mensen raken is wel iets wat een groot verlangen is. Ik wil graag dingen in beweging zetten, geloof ik. Dus gedachtes of... Maar ik wil eigenlijk, wacht even, het probleem bij mij is, ik wil eigenlijk altijd alles tegelijk. Dus ik wil graag dingen bewegen bij mensen en ik wil dingen stopzetten. Alles is altijd de hele tijd tegengesteld aan elkaar. Dat vind ik ontzettend lastig. Ik denk dat mijn drang om te spelen wel voortkomt uit een grote hoeveelheid fantasie of beelden in mijn hoofd. Dat iemand bijvoorbeeld lauwe melk zou drinken of zijn schoenveters niet kan strikken. Dat zijn eigenlijk meer dingetjes die je voor jezelf kan gebruiken als stiekem. Dus ik weet dat hij eigenlijk lauwe melk drinkt. Ik hou ontzettend van mensen en van een stad en van alles tegelijk. Maar ik heb ook wel stilte nodig. Gewoon dat het even rustig is. En dat het gewoon is wat het is. Dus een plant is een plant en water is water. En de lucht is de lucht. En dat is het. Doe het er maar even mee. Water is mooi omdat je denkt dat het kan zo de ultieme rust zijn en schoonheid. En tegelijkertijd is het geloof ik een van de gevaarlijkste dingen die er zijn. Dat kan je kapot maken. Alles is zowel waar als niet waar, zowel mooi als lelijk. Alles is alles tegelijk. De enige plek waar iemand bestaat is in zijn hoofd. Dat vind ik wel een mooie gedachte. Ik wil bijna zeggen of het waar is of niet waar, maar daar gaat het niet eens over.